Welkom bij de allereerste aflevering van Studio PostNL. Iedere week brengen mijn collega's en ik je de meest bijzondere momenten van PostNL. Deze week onder andere twee bijzondere samenwerkingen. En we hebben een primeur. Mijn naam is Jorik Dam en we zijn de favoriete bezorgers van iedereen. Dan is het tijd voor een primeur. PostNL is namelijk het eerste bedrijf in Nederland dat met de Ford e-Transit gaat rijden. Dat is een grote bus waar je als bezorger met gemak al je pakketjes in kwijt kunt. En hij is elektrisch, dus beter voor het milieu. Er zijn er ruim 80 besteld. De grote vraag is natuurlijk, is het lekker rijden in zo'n bus? Pakketbezorger Dennis Kroon mocht hem testen. Hoi, leuk dat je kijkt. Dit is de nieuwe Ford e-Transit. Een mooie bak, een wagen die lekker rijdt en vooral lekker werkt. Maar, kom even mee. Een laadruimte van maar liefst 6 kuub. Dat past genoeg in. Meer laadruimte dan de Volkswagen Crafter en de Mercedes Sprinter. En loop eens even mee. Ik heb nog meer. Het lijkt wel een Tesla. Alleen dan net even wat anders. Voorzien van een navigatie. Een digitale DAB Plus radio. En wanneer je hem in zijn achteruit zet, dat moet hij dus ook doen. Hop. Zie je hier wat er natuurlijk achter je gebeurt. Maar je hebt ook helikopterperspectief. En dit is gaaf. Je ziet constant wat er achter je gebeurt. Heb je natuurlijk ook met een achteruitkijkspiegel. Ja, dat werkt niet zo in een bus. Dus hij heeft ook een alarm, zoals je hoort. De nieuwe Ford e-Transit van PostNL. Een superbak. Dat was het voor deze week. Benieuwd wat je ervan vond. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En voor nu, bedankt voor het kijken.